Dit is de start van de Grote Prijs van Spanje vorig jaar. Let op de vierde startrij links. Daar is Jean Alesi in de Ferrari bijzonder snel weg. Als het licht op groen springt in de vierde Grand Prix van het seizoen op het gloednieuwe circuit de Catalunya. Michael Schumacher en Martin Brundle rijden er voor het eerst in de nieuwe Benetton B192. Tijdens de trainingen op zaterdag had het al behoorlijk geregend en ook tijdens de race liet Pluvius zich van zijn goede kant zien. Ricardo Patrese was na Johnny Herbert en Martin Brundle de derde rijder die er spinnend afging. Voor hem was de race over in de 20ste van de 65 ronden. Mauricio Gudjelmin hield de Jordan Yamaha heel tot in ronde 25. Opnieuw een teleurstelling voor het team van de Ier Eddie Jordan dat veel moeite had met de kuren van de grote Yamaha V12 motor. Ook de jonge Finn Mika Hakkinen heeft moeite met de natte baan, gaat eraf en zorgt er bijna voor dat Jean Alesi wordt uitgeschakeld. Maar de Fransman kan verder en is vanaf de 8e startplek op weg naar zijn beste klassering van dat seizoen. Nigel Mansell toonde opnieuw aan dat de Williams Renault met actieve wielophanging ongenaakbaar is. Ook voor de zeer sterk rijdende Michael Schumacher in tweede positie. En Ayrton Senna, hij bewijst andermaal dat hij een eerste klas coureur is door 7 ronden voor het eind. En McLaren onder deze omstandigheden aan de praat te houden en verder te kunnen. In deze race waarin slechts 12 wagens de finish haalden. Voor Frank Williams kan het slechts 1 wagen zijn na het uitvallen van Patrese. Maar ook het McLaren-team heeft tegenslag, want 3 ronden voor het eind valt Senna alsnog uit. Na een spin waarbij de wagen nu wel beschadigd. Mansell leidt van start tot finish en wint zijn 4e op 1 volgende Grand Prix. En voor het eerst dat seizoen zal hij niet met zijn maatje Patrese op het podium staan. Want de 2e plek is voor Michael Schumacher het beste resultaat in zijn carrière tot dan toe. 3e wordt Jean Alesi. En voordat we verder gaan met ons gebruikelijke voorprogramma, gaan we eerst nu alvast eens even kijken op dat circuit de Catalunya in Barcelona. Want daar zit voor ons, zoals altijd, Olaf Mol. Ja, dames en heren, goedemiddag. Welkom even kort hier vandaan. Het zonnetje is zojuist weer verdwenen hier op het circuit in Barcelona. Het prachtige circuit de Catalunya. De warm-up vanochtend zag eigenlijk geen echte grote verrassing. Alleen Prost was daar het snelste. 2/10 sneller dan zijn teamgenoot Damon Hill. Dan was het Senna, Schumacher, Patrese. Patrese die lange tijd sneller was dan zowel Senna als Schumacher. Maar aan het einde van de rit moest hij dan toch weer eventjes iets terugvallen in zo'n warm-up. Houden die rijders er in ieder geval nog rekening mee dat de wagen naar gelang er minder benzine in zit. Dat hij steeds sneller en sneller kan. De weergoden spelen wederom ook in deze 5e ronde van het wereldkampioenschap denk ik toch weer een belangrijke rol. Als we langs de commentaarposities kijken, daar zitten wat ruiten tussen. Marie Walker van de BBC recht naast ons keek net omhoog en stak beide duimen in de lucht. Want ook hij hoopt toch weer op een regenrace. Het is dit weekend helemaal duidelijk geworden hier. Als het regent, dan heeft Schumacher, Patrese, Senna eigenlijk de rest een kans ten opzichte van die razendsnelle wagens van Prost en Hill, de Renault Williamson. De pitstraat is zojuist geopend. Het publiek is hier niet echt riant aanwezig. Men schat zo'n 25.000 mensen, terwijl ze de 40.000 hebben om key te draaien. Over ongeveer een half uur gaan we van start. En dan zijn we weer bij u terug voor de Grand Prix hier vanuit Spanje. Dan zover even Olaf Mol. We gaan hier in de studio verder met ons voorprogramma. U kent dat, daar zitten een aantal vaste onderdelen in, zoals de trainingen. Daar kunt u zo naar gaan kijken. We hebben uiteraard weer de prijsvragen. En we hebben een heel aardig onderwerpje over de catering en het voedsel dat Formule 1 coureurs tot zich moeten nemen. En zoals gebruikelijk hebben we altijd even een korte terugblik op het seizoen tot nu toe. En dat seizoen 1993 in de Formule 1 is interessanter dan dat van vorig jaar, toen de overmacht van het Williams-Renault-team gewoon te groot was. Hier tijdens de start van de Grote Prijs van San Marino, 2 weken geleden, was Ayrton Senna de leider in de tussenstand van het WK. Op 12 punten gevolgd door Alain Prost met vlak daarachter Damon Hill. Mark Blundell gaat er hard af vlak na de start van de race, waarin Prost voor de 4e keer op rij de pole had met naast zich Hill en Senna in 4e positie. Barrichello werd geraakt door een wegrollende band van de wagen van Blundell, maar kan na een bandenstop toch zijn race vervolgen. Ricardo Patrese heeft een tot nu toe zeer ongelukkig seizoen. Ook in San Marino weet hij de finish niet te halen en spint al in de openingsronde. Alleen tijdens de Grote Prijs van Europa wist de Italiaan de 5e plek te veroveren. Terwijl Prost als leider in de race onder druk van Senna net even de chicane afsneed en het gevecht om de eerste plaats tussen de twee aartsrivalen weer een hele interessante is. Een andere pechvogel dit seizoen is Gerhard Berger, die alleen in Zuid-Afrika een 6e plaats wist te behalen en de rest van de races uitviel met technische problemen aan de gammele Ferrari. Ook Barrichello redde het niet deze race na een zeer goede prestatie op Donington. En een ander talent, de Brit Damon Hill, kende 2 weken terug een minder florissante race. Hij gaat eraf in de 20e ronde met problemen aan de remmen.
Op Michael Andretti worden de laatste tijd veel weddenschappen afgesloten wanneer de Amerikaan eraf gaat tijdens de race. Hier op Imola lukt het hem in de 32e ronde, waarna hij in het gras nog eens extra in de fout gaat en zichzelf helemaal buitenspel zet. Ook Jean Alesi redt het niet op Imola. Hij is tot nu toe slechts één keer aan de finish gekomen en wel in Brazilië. Het gaat slecht met Ferrari. Ook Ayrton Senna behoort tot de uitvallers van twee weken geleden. In ronde 42 valt zijn hydraulische systeem uit. Alessandro Zanardi speelt met vuur als hij na een klap met zijn Lotus blijft doorrijden in de hoop dat het vuur vanzelf uitgaat. Dat lukt, maar de Lotus sloopt zichzelf omdat de klap toch wel weer hard was aangekomen. Ook hij is een van de 16 uitvallers op Imola. Prost wint zijn tweede race dit seizoen en zorgt dat het WK spannend blijft. Verschil met leider Senna is nu teruggebracht tot 2 punten. Schumacher wordt tweede en klimt naar de 4e plek in de WK-stand. Brundle wordt daar 3e op Imola, de eerste keer dat hij dit seizoen de finish haalt. En dan gaan we weer eens even kijken in Barcelona. Bij Circuit de Catalunya werden natuurlijk vrijdag en zaterdag de trainingen gehouden. Kijkt u naar een samenvatting daarvan met opnieuw commentaar van Olaf Mol. De afgelopen 2 dagen is er door de deelnemers weer hard getraind voor de wedstrijd van strakjes. Maar voordat we naar die trainingsbeelden gaan kijken, moeten we eerst even een belofte waarmaken. Dit is hem, Fabrizio Barbazza. We hadden een praatje met hem. Hij legt zelf uit wat voor soort persoon die is. Is een older driver. I'm 30 years old. I have a long story behind me, like everybody, Formula 3. And then I didn't jump to Formula 3000, but I went to America. So the people in Europe don't know me very well. So I stayed in America for 3 years and then I went to Japan and then finally back in Europe with the 3000 in 1990, 1991. I was with the AGS in Formula 1 and 92 nothing. And 93 back in Formula 1 with a good team with Minardi. And a very, very good finishes for the last 2 races. Yeah, it's did only 2 races in Formula 1, 2 sixth place. It's not so bad for a rookie. Vrolijke man, Fabrizio Barbazza dus. Dan naar de eerste kwalificatie, die van afgelopen vrijdag. Een van de verrassingen daar was Riccardo Patrese. Hier zien we hem in de Benetton B193B met die Ford motor die ze zo graag bij McLaren zouden willen hebben. Patrese op dit moment nog 11e, maar zou zijn tijd verbeteren. En aan het einde van de rit was hij 4e. Man van de dag zou worden Alain Prost. Had Williams goed onder controle. Heeft ook veelvuldig getest met deze wagen voorafgaand aan de wedstrijd hier. En Prost liet dat ook zien door de snelste tijd te noteren. 1.19.599. Net iets meer dan 218 km per uur gemiddeld. Wat tegen de vallende prestatie was er van Michael Andretti. Hij bleef wel op de baan, maar kwam uiteindelijk aan het einde van de rit niet verder dan de 6e plaats. En hij was 2 seconden langzamer dan Ayrton Senna. Een stuk beter ging het met de 2e man uit het Canon Williams team. Hier is die Damon Hill. Jacht naar zijn allereerste pole position. Het zag er goed uit in de vrije trainingen. Hill kon het tempo erg goed bijhouden. Maar het was wat warmer tijdens die eerste kwalificatie. En daardoor kwam hij op de 3e plaats terecht met een tijd van 1.20.400. Dat was alles bij elkaar precies 18e langzamer dan Alain Prost. Want daartussenin kwam Ayrton Senna. Senna die voorzichtig trainde. Uiteindelijk een 1.20.221 liet noteren. 16e langzamer dan Alain Prost. En Riccardo Patrese's droom werd aan het einde van die eerste kwalificatie dan ook nog verstoord door Michael Schumacher. Schumacher die 17e onder de tijd van Patrese duikt en zich op de 4e plaats nestelt. En zo zag het rijtje er dus uit op vrijdagavond. Prost, Senna, Hill, Schumacher, Patrese, Andretti, Leto en Herbert. In de paddock troffen we iemand die we in Zuid-Afrika gesproken hadden. Een belofte. Hij zou nog gaan rijden. Hoe zit dat? It will happen. It will happen. I saw Ron today and Ron said we're working really hard at the moment to get me to drive for in the future. Is it the next race? I don't know, but it will be this year. In the meantime, what do you do? Well, example this week, well, last week we were doing 3 days testing at the Grand Prix circuit and Silverstone, testing a new air valve, Cosworth engine. Horen we dit goed? Hakkinen? Testing a new air valve,
Cosworth engine. Testing is, we're doing many mileage per week. Mieke Hakkinen, die zich daar duidelijk verspreekt, de Air Valve Cosworth engine, dat is dus de motor met de pneumatische kleppen waarover Ayrton Senna beweert dat McLaren die niet heeft. En Hakkinen test er dus al mee. De geruchten gaan dat ook Senna die motor gewoon in zijn wagen heeft liggen. En dat zou dan weer verklaren waarom die nog steeds sneller is dan Schumacher met die serie 7 Ford motor. Het ware verhaal zal nog wel even op zich laten wachten. Voordat we naar de tweede training gaan, kijken we even naar een stukje techniek. Het stuurwiel. Vroeger alleen een rond dingetje, tegenwoordig een soort boordcomputer. Niet bij iedereen mag je kijken, maar bij Schumacher vinden we op het midden van het stuur een klein klokje, zodat hij kan zien hoeveel tijd hij nog heeft in de trainingen. Verder zitten er een aantal knoppen op het stuur voor onder andere de radio en het drinken. Het schakelen gebeurt achterop door middel van kleine lepeltjes, links opschakelen, rechts terugschakelen. Hoe zit het bij Aguri Suzuki en Derek Warwick? Daar veel knoppen op het stuur. Rood, de radio. Verder knopjes down en up om de wagenhoogte te veranderen. Linksboven zit een knopje marker waarmee je informatie naar de computer kan sturen. En dan is er nog auto voor het automatisch schakelen. Het halfautomatisch schakelen gebeurt op de achterkant. Links is het terugschakelen en rechts is het opschakelen. Twee losse lichtverende lepeltjes. Blundell en Brundle bij het team van Ligier. Een eenvoudig stuur, alleen een knopje voor de radio. En achterop twee aan elkaar vastzittende schakelmechanismen voor de semi-automatische bak. Je zou bijna vergeten hoe het echt moest. Hier het stuur van Herbert, niks knopjes, niks automatische bak, want daar zit het vroeger o zo pintere pookje. Dan gaan we naar de tweede kwalificatie, die van zaterdag. En we kijken bij Rubens Barrichello, die dit weekend gebruik maakt van een geheel nieuwe achterwielophanging voor de Jordan. Barrichello die tijdens de ochtendsessies erg snel was en er werd veel van verwacht. Maar tijdens de middagsessies waren er wat problemen. Ook grote problemen nog steeds bij Ferrari. Gerhard Berger, die werkelijk wanhopig reageert als je vraagt hoe het gaat. Hij zegt de auto is eigenlijk bijna onbestuurbaar. Maar Alesi is er iedere keer nog een paar tienden, zo niet een paar seconden sneller mee dan Berger. Dus Berger heeft gewoon meer aanpassingsproblemen. In de vrije training 's ochtends was Damon Hill al erg snel geweest. Hij was vroeg op de baan. Het was nog een beetje bewolkt, dus iets koeler. En Damon Hill duikt 1,2 seconden onder de pole position van de vrijdag. En dat was meteen het teken voor Alain Prost om de baan op te gaan. Prost die zag dat de omstandigheden klaarblijkelijk beter waren. En hij ging op jacht naar pole position. Carl Wintlinger met de Sauber niet tevreden op vrijdag. Toen was hij 11e. En Peter Sauber begreep zelf niet waarom zijn team zo ver achter lag. Ze hebben hier van de winter veel getraind. En toen waren de tijden heel erg dicht bij degene die nu pole position hebben. En nu zitten ze er een dikke 3 seconden achter. Wintlinger herstelt zich wel in die tweede training en komt uiteindelijk op de 6e plaats. JJ Leto kwam vanaf de 18e en komt uiteindelijk op de 9e plaats nadat er bij hem veel veranderd was aan zijn auto. Goed resultaat dus weer voor de beide Zaubers na 2 dagen trainingen. Zag er ook erg goed uit bij het team van Lotus, waarin de vrije training 's ochtends Johnny Herbert op de 8e plaats stond. En hier zien we Ricardo Patrese. Hij heeft op dat moment net de 4e tijd neergezet en Schumacher dus terugverdreven. Alain Prost op de baan, op jacht naar die tijd van Damon Hill. Prost heeft dan al 5 rondjes gereden met die setbanden en komt 4/10 bijna tekort. En dat was even een kleine schok voor de professeur. Damon Hill bleef dus de snellere man. Michael Schumacher. Niet echt blij met het feit dat dit weekend Patrese de snellere man binnen het team is. Had in de vrije training een klein vuiltje in zijn oog gekregen. Had daar een klein beetje last van. Maar ging er goed voor zitten. Hier ziet u de snelle bochtencombinatie die ze het rechte stuk opbrengt. Hier heb je wat last van je nek. De G-krachten die dan vooral aan de nekspieren trekken. En Schumacher pakt de 4e plaats terug van Patrese met een 1:20.900. Voor die prestatie van de jonge Duitser. Die tevreden oogt op dit moment binnen het team van Benetton. Senna reed een vreemde training. Iedere keer ging hij de baan op en was dan maar op een bepaald gedeelte van het circuit heel snel. Die stukjes nam hij dan op de computer, zodat hij later een vliegend rondje zou kunnen gaan zetten. Halverwege de trainingen zijn dit de statistieken. Hill en Prost, dan Senna, Schumacher, Patrese, Wendlinger, Leto en Alesi geklommen naar de 8e plaats. Maar daar had hij weer heel veel lef voor nodig, want de wagen was bijna niet bereidbaar. Gerhard Berger vaker in de pits dan op de baan.
Dan kijken we naar Johnny Herbert. Hier ziet u dat hij toch regelmatig zijn hand van het stuur moet halen om te schakelen. En kijk ook eens naar de wegligging van de Lotus. Toch ook een auto met actieve vering. Maar hij heeft geen traction control, dus het vermogen komt niet geleidelijk in. En Herbert heeft best wel wat problemen om de Lotus op de baan te houden. Maar het is een goede rijder. Hij klimt uiteindelijk naar de 10e plaats op de grid. Ondanks dit hele kleine uitstapje. Damon Hill dan. Gesterkt met het idee natuurlijk dat Alain Prost hem niet voorbij kwam op dat moment. Ging er weer goed voor zitten. En op jacht om zijn eigen pole position van 1.18.361 te verbeteren. En die jacht lukt. Maar 15.000ste is hij sneller. Maar dat is genoeg om voor hem de pole position te pakken. Want daar ging iedereen op dat moment toch vanuit. Senna dan in zijn vliegende rondje. Een heel strak rondje overigens, waarbij geen enkele manoeuvre fout ging. Maar Senna kwam er absoluut niet aan te pas. Wordt wel de snelste Ford motor. Duikt onder de 1 minuut en 20 seconden, maar zit er nog steeds 2 seconden achter de Williamson. Alain Prost dan in de laatste van zijn totaal beschikbare 12 rondjes. Laat zien dat hij een absolute toprijder is. Gaat op jacht naar die pole position van Damon Hill en duikt eronder. Maar niet een beetje, een dikke halve seconde. En daarmee toont hij aan op dit moment de absolute topper te zijn binnen het Williams team. De cijfers op een rijtje dan. Prost en Hill bezitten de eerste rij. Dan Senna en Schumacher op de tweede rij. Patrese Wendlinger op de derde rij. Andretti en Alesi op de vierde rij. Daarachter wordt het rijtje aangevoerd door Leto, Herbert en Berger. Na afloop van de trainingen praten we onder andere met Johnny Herbert. Had hij niet een beetje meer verwacht? Ja, I had a lot more hopes. I thought we'd made a very big amount of progress yesterday, but it wasn't quite as much as I was hoping. But we have improved. We are 10th, which is the highest we've been this year. The car does feel a lot better, but again, we still need to improve it more. Physically a difficult track physically? Physically, yeah, there's a lot of high G forces and the neck's quite sore normally afterwards. But it's a very enjoyable circuit, which is probably the main thing here. You can push very hard. There's a lot of demanding, say, quick corners, which is very good. Plus you can pass here, which is another good thing. Alain, I think this was the best lap we've seen of you this year. I think it was a very good lap, yes, because I've pushed quite hard. And I could not do a clear lap before, so that was my last lap I could do, and I had traffic a little bit, overtook a car, but I did not lose too much time. I was quite happy to manage to get on pole again, but I was almost sure that Damon was on pole, because he did a very good job today. He had a good setup on the car. He knew how to make the tires work very well, so I was a bit less confident, but that's why I'm even more happy to get the pole in this way. Laatste woord is voor Johnny Herbert. Before we get into the racing, if I could say a quick happy Mother's Day to all the ladies in Holland. I think it's an important day. Johnny Herbert. Zo dadelijk na de reclame pakken we de draad weer op met de prijsvraag. Die we elke keer verbinden aan die Formule 1 wedstrijden. En we hebben nog voor u een aardig onderwerp over de catering en het voedsel van een Formule 1 coureur. En dat is allemaal na de reclame. Tot zo. Uno. Enrico Uno. Eau de toilette en aftershave for men. Vanmiddag om 5 uur is Ouders van Nu in een speelse bui. Want dit keer is het programma geheel gewijd aan speelgoed. Speel beter en speel veilig. Alles over spelen in Ouders van Nu. Vanmiddag om 5 uur bij RTL 4. Supersport op Filmnet Plus presenteert live en exclusief zaterdagnacht 22 mei vanuit Washington DC het wereldtitelgevecht zwaargewicht tussen knockout specialist Riddick Bowe en Jesse Ferguson. De wereldtitel zwaargewicht alleen op Filmnet Plus. Word nu abonnee, bel 06-8350. Bridgestone presenteert RTL Sport met de Formule 1 en we gaan ons even bezighouden met de prijsvraag die we elke Grand Prix aan deze uitzending verbinden. Even terugblikken naar de vraag van de vorige keer, dat was deze vraag.
In welk jaar werd de grote prijs van Italië op het circuit van Imola gehouden? Want normaal gesproken wordt daar dus de grote prijs van San Marino gehouden. Maar één jaar was dat anders. Dat was in dit jaar, namelijk 1980. Welke prijzen kon u ook alweer winnen? Ook dat we even in uw geheugen terugbrengen. De eerste prijs is dit. Namelijk het rijden op het circuitpark Zandvoort met Michel Blekemolen. Een van de Marlboro testdagen op dat circuit mag u bijwonen als u de eerste prijs in deze prijsvraag weet te winnen. Mocht dat niet lukken, dan is er altijd nog een prachtig Marlboro-jack. U ziet het hier voor me liggen. Dat geldt als troostprijs. Waar gaan de prijzen deze week naartoe? We hebben twee namen op een kaart gezet en kijkt u even of u daarbij staat. Dit zijn die namen. De testdag is voor meneer en mevrouw Jansen uit Nijmegen. En het jack gaat naar meneer of mevrouw Zeilmans uit Ter Heiden. En dan de prijsvraag van deze week. Daaraan hebben we iets extra's toegevoegd. Namelijk, we hebben opnieuw vijf van deze prachtige Formule 1 boeken als extra prijzen bij de prijsvraag. Geschreven door Agnes Verheij en het slaat volledig op de Formule 1. Alles zit erin over rijders, circuits, banden, noem maar op. Al dat soort zaken wat wij hier elke keer behandelen. Wat is de vraag voor deze week? Dat is deze. Hoeveel keer eerder werd de grote prijs Formule 1 van Spanje op het circuit van Catalunya gehouden? Als u dat weet, schrijft u dat op een briefkaartje en alleen een briefkaartje alsjeblieft. De anderen gaan rechtstreeks in de prullenbak. Naar postbus 15.017 1200 TV in Hilversum. Het is algemeen bekend dat bij topsporters voedsel een belangrijke rol speelt. Want wat eet je en hoeveel eet je en op welk moment? Dan geldt dat dus ook voor Formule 1 coureurs, want u weet het, zij zetten fysiek gezien een hele zware prestatie neer tijdens zo'n race. Vandaar dat Olaf Mol eens even een kijkje ging nemen in de keuken van het Formule 1 circus. First of all, we have to look after the team. So we've got all the mechanics, the engineers, plus the two drivers. And that amounts to a total of between 45 and 55 people that we have to do breakfast for, feed at lunchtime and in the evening. And then lunchtimes, we're looking after guests of Marlboro and people in connection with the team. About 40 breakfasts, maybe the same at lunchtime and the same in the evening. Mm. Do you have to make special things for the drivers? Quite simple food, actually, pasta, fresh salads with their olive oil and their dressings. Yeah, not a problem. Not really a special diet, but I try to eat good things. I mean, I try every time to eat light stuff, and especially cooked in a light way. I mean, you can eat also meat sometime because our body needs some meat, but it's much better to eat grilled meat instead of cooked meat with sauce or in the oil, you know, things like that, that are not very good for the body. I had some spaghetti at lunchtime, very small portion. And now I have meeting and at 5 o'clock I'm gonna eat something, spaghetti or some bistecca or something. Why do you hear drivers always eat the spaghetti kind of stuff? Do you need the things getting out of there? Working in Italian team, you eat spaghetti, that's clear. No, it can be light. You know, if it's made well, then it's light. And that's what you want. And what is your favorite food? Italian.
Yeah, I think I started it all because I had many years ago the first time a trainer with me, which was in charge of my physical condition. And if you want to do it right, you have to also think about what you eat. And therefore, it's really something which is very important. Is it specially done so that nothing will happen during a race with your stomach? No, no. It's specially done that whenever you train, you eat the right food, because it's no good if I train and then eat some, I don't know, chocolate cakes forever, then I will never get my weight and whatever. So it's the whole concept of it. That means when you do the right training, then you have to do at the same time the right food. Invited guests, Castrol or invited press. It's just on quality and not quantity. Het is bijna 6,5 minuut voor 2 en dat betekent dat we gaan schakelen rechtstreeks met het Circuit de Catalunya in Barcelona naar Olaf Mol.